eind januari, begin februari, gaat het Nederlands Kamerkoor onder mijn leiding samen met het Danel Quartet op tournee in Nederland. En ook één concert doen we in Budapest met een nieuw stuk van leraar Auerbach, Goicia. We hebben al inmiddels bijna 4 jaar geleden haar 72 Angels in première mogen brengen. Deze brengen we nu ook op cd uit in combinatie met deze concertreeks. En het belooft een fantastische tournee te worden. Lira schrijft geweldige muziek. En waar zij in 72 Angels het heeft over de engelen, zal zij in Goicia het juist over de 72 demonen hebben. Dus ook dat belooft iets heel spannends te worden. En ik heb inmiddels de partituur bekeken en het belooft echt iets heel bijzonders te worden. Het is echt een geweldig stuk. Ik vind dat zij als componiste heel doeltreffend schrijft. Eigenlijk geen noot te veel om datgene uit te drukken wat voor haar belangrijk is. En daarom maakt het dat ik haar ook echt zo'n fantastische componiste vind. Dus ik denk dat het iets heel bijzonders wordt. En ik nodig u hierbij van harte daarvoor aan.